3, 2, 1. Wat zeg jij? Ik gooi. Nee, Mias, wat een nieuwe poging voor het schuimbak. 3, 2, 1. Nee. Wij moeten eventjes, even goed gaan praten. Recht, ik begin het echt eng te vinden. Niet bewegen. Echt rustig blijven liggen. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lekker. We staan hier klaar voor. Voor Mias, want hij gaat in 3, 2, 1. Jullie iets super cools laten zien wat hij de laatste tijd echt heel vaak doet. Kijk. Oh. Oké, ben je klaar voor Mias? Wij zijn er ook klaar voor, laat zien. Oh, nee. Wacht wel, dat was even warming up. Nieuwe poging. Ja, hoger en... Eerst even zitten. Dus we gaan het springen. Hij wil hem toch even laten zien? Oh, maar soms gaat hij dat echt de hele tijd op en neer. Maar wij staan er klaar voor, hè? We gaan naar het springkussenpark, een trampolinepark. Het is tijd voor het echte werk. Kom! Oké, we zijn aangekomen bij het trampolinepark. Ben je er klaar voor, Mias? 3, 2, 1, kom! Waar gaan we heen? We beginnen gelijk met een goede sprong. Hij rent. Springen. 1, 2. Hier, Mia, zo moet je het doen. 2, hoppa. We gaan een stapje hoger, Wacht, hij slaat deze gewoon. Oh nee, ik wou wel zeggen, hij gaat toch wel voor deze. Ga kijken, hij is groot jongen nu. Mias, nu even een vraagje. Zullen we van de allerhoogste? Ik hoef het niet eens te vragen. Oké, Mias staat erop. Het is echt super, super hoog. Moet je eens even kijken. Maar durft hij nog? Oh, hij wil samen. Zo gaan? 3, 2, 1. Nu papa, 1, 2. Oh, trampoline hemel. Mimi, waar ga je heen? Oh, oké. Wij komen zo. Ik wil rennen. Waar gaan we heen? Ben je zeker? Oké. Wat doet hij? Mias. Oké. Is goed. Dan hebben we nu de... Springkussenparadijs. Is goed, Mias. Kom. Wacht. Stop. Esra. Het is nu jij tegen mij. Wie de eerste aan het einde is. 3, 2, 1, go. Nee. Wat? Oké. Ik heb al... Nee. Je speelt vals. Kom hier. Ah, jij speelt ook vals. Ja! Ik heb gewonnen. Woe! Zullen we stoppen, hè? Oké, we stoppen. Stop je daartussen. Wat is dat? Bah! De camera gaat alle kanten op. Zo. Een challenge voor Mimi. Gaat hij hier naar boven kunnen klimmen? Want kijk jongens, maar hoe snel dit ding ook is, hè? Het lukt er gewoon. Niet aanraken, Esra. Veiligheid onderop. Ik bedoel, bovenop, hou wel vast. Oké, Mias, je moet naar boven. Je moet naar boven, Mia. Wat altijd leuk is, pootje haken. Piep. Is dat ook altijd leuk is? Duwen. Mias hier redden. Mimi? Ja? Je moet daarin. Oh. Die krijg jij terug. Oh. Oké, vrede. Nee. Vrede, we gaan niks meer doen. Ah nee, waarom moet je... Oké, weet je zeker? We zijn hier met onze kind. Ah, dan gaan we een keer erbij slag. Handje. Oké, is goed, tuurlijk. Schat, ik wil je één ding vragen. Lieve schat. Wil jij met mij... vliegen? Oh, zo bijna Mias, pas op. Oké, nu? Mias, echt twee. We zijn hier voor jou, ja, sorry. Wij zijn geen grote kinderen. Wij zijn volwassen mensen. Zeker. Oké, ga nu naar boven. We gaan samen rustig naar boven. Hé! Hey! Oké, kom hier naar beneden? 3, 2, 1. Oh! Deze gaat dus snel weg naar beneden. Zitten? Blijf hier, ja? Als je 1, 2, 3. Opnieuw. Oké, nog een keer.
Wat zeg jij? Ik hoor je. Oh. Oh. Ik denk dat het echt moet stoppen. Sorry. Kusje. Oké, Mia's wil nog een poging maken om Saan te laten vliegen. Ik geef het teken, oké? Okay? 3. Wacht even hoor, hij gaat zo zitten. Met... Ja, ja, ja. Wow. Wow. Papa vloog echt super hoog. Wegkeren, meisje. Mia's wil een nieuwe poging voor het schuimbak. 3, 2, 1. Oh, nee, nee, nee. Dat doet zo pijn. We staan bij een mega trampoline. We gaan even mooi afsluiten. Mia's wil namelijk een salto gaan proberen. Wat doe jij? Ja, er is iemand anders die wel ons wat wil laten zien, hè? Die het heel goed kan. Hij gaat 1 keer voordoen, dan moet jij het nadoen, oké? Okay? Dat is goed. Koen. Oké, okay, Koen gaat laten zien hoe het moet. Goed opletten, Mimi. Zo, echt hoog. Echt hoog. Oh. Wow. Heb je het gezien? Nu moet jij het doen. Huh? Nu moet jij het doen. Wat, hè? Kan je dat niet? Kan je dat niet? Nou, Koen. Thanks. Oké, we zijn weer thuis en weer herenigd. We zijn weer met z'n allen, want we hebben Debbie en Eli. En die gaat ook gewoon even lekker door op de trampoline. Maar jij kan tegenwoordig ook wat leuks op de trampo, hè? Doe maar. Laten we even zien. De Eli salto, let op. Op. Oh. Oké, nu komt Tamara. Oh, zo. Dat was ook echt waar. Hij is karat. Wat mooi. Is met de salto. Lang geleden, hè? Ja. Hey. Oh. Oeh. Gaan wij het ook nog even voordoen of nee, hè? Ja, jij mag het doen. Je hebt gelijk. Kom. Maar Debbie. Even onderbreken. Kom jij eens even mee. Want wij moeten eventjes even goed gaan praten. Een tijdje geleden begon jij met de daglensen. Vertel eens even aan de kijkers thuis ook, hoe is dat gegaan? Hoe is dat afgelopen? Ik heb hem niet aangedaan. Het was drama. Jullie hebben het in de video gezien hoe ze erin hebben gekregen. Het was al... moeilijk. De volgende ochtend kregen we ze ook gewoon niet uit. En op een gegeven moment was je ook gewoon 1 lens kwijt, hè? Ja. Ja, Debra wilde het gewoon ook echt even niet meer proberen. Voor degenen die het gemist hebben, Debra, die kreeg dus harde lenzen. Dat zijn dus nachtlenzen. Maar die zijn echt niet fijn. Zitten niet fijn, hè? Maar ik wil gaan is een bril en zachte lenzen. Ja, kan niet mogelijk. Zachte lenzen vind ik fijn, omdat je die kan je gewoon, kijk, zo in doen. Zo. Dat durf je nu wel. Ja. Oké, we weten het toch niet. Of gaat lukken, maar daarom gaan we voor de zekerheid dus ook een bril voor Devon erbij nemen. Dus we gaan even op zoek naar een bril voor jou. Okay. We zijn aangekomen in de brillenzaak. Ik zie hier een hoop kinderbrillen, Deborah. Welke zullen we als eerste gaan uitproberen? Deze. Welke denk je die? Ik denk dat deze wel. Ja? Gewoon een zwart matuurtje. Oké, ik ben benieuwd. Oh, alleen de zijkant. Ja, maar niet, gewoon even uit. Laten we eens even kijken. Oké, kijk eens eventjes. Dit is echt een andere Debbie. Het is een hele andere, maar ik vind het oprecht echt wel ergens wat hebben. Wat vind je er zelf van? Oké, zet die even neer. Zetten we even apart. Welke zou jij uitkiezen? Dus al deze brillen. Oh, een kleurmontuurtje. Even kijken, Eli. Het staat bij Eli eigenlijk ook echt super schoon. Jawel, jawel. Ja, die, ja, dat is het. Zo, die is best wel goed. Oh, je zit een hele vrouw aan. Oh, ja. Niks geleerd. Even heel iets anders. Wacht even. Nee, dat gewoon. Okay, oh, hij is rood. Maar Debbie, heb je iets op? Heb je niet gezien wat het is? Ik wil jouw reactie hebben, ja? Ik wil jouw reactie. Oh. Kan wel. De ultieme bril gevonden voor Mia. Dit is echt... Dan kijkt hij ook zo schattig. We hebben even een selectie gemaakt van 4 brillen. Een aantal vindt Sarah leuk, een aantal vind ik leuk. Ik een aantal vind jij leuk. Wie vinden wij het leukste? We gaan ze allemaal even opdoen. Ik ben ook benieuwd welke jullie thuis het leukst vinden. We beginnen met bril nummer 1. Waar is dat binnen? Bril nummer 2. Die vinden Daniel en ik allebei ook wel leuk. Het is heel wat anders. Ja, dit is dat je ook kijk, leuk. Kijk, alleen de ding is het een beetje. Ja, het is wel iets groter, maar het is gewoon heel wat anders. Oké. Okay. Maar 3, deze vindt Sarah heel erg leuk. Nou, op zich, ik vind hem wel wat hebben. Nee, deze vind ik eigenlijk te groot. Oké, okay, nou, dan doen we dat sowieso nu. Deze is misschien wauw, maar ik vind hem zelf... Dit is jouw favoriet, hè? Oké, nummertje 4. Deze ziet er heel stoer uit. Kijk, ik denk je dat, mama? Oké, ik vind hem wel echt wat hebben. Heeft ook wel wat. Oké, okay, jongens, ik ben benieuwd welke zouden jullie thuis uitkiezen. Wat vinden jullie leukste bij Devon? Nummer bril 1, 2, 3 of 4? Je weet het al? Welke vind jij? Ja, tussen nummer 1 en 2, okay, kijk, ze gaat ook bepalen. Wat hij sowieso gaat doen is, hij gaat daglenzen krijgen en een bril is erbij. Nou, Gordon zit er ook bij en hij krijgt nu advies met zijn
zachte lenzen, want harde lenzen lukte niet. Klopt. En zachte lenzen? Zachte lens is heel comfortabel. Een zachte lens, dan kun je gewoon je oog aanraken. Er zit een lens op je oog. Dus ook die lens die kan niet achter je maar oog. Maar mag je met die wel wrijven zo? Dan mag je wel rustig wrijven. Ga niet te veel, niet te hard wrijven. Zo. Dan voel je dus helemaal niks. Gewoon dit. Dit voel je niet. Ja. Misschien moeten we eentje proberen. Oké, we zijn weer in een welbekende kamertje waar ze vorige keer ook zo'n oogtest hadden. Debbie gaat even zijn handen wassen. Dan ben ik echt heel erg benieuwd of het gaat lukken. Nee. Denk je dat het gaat lukken? Zie je, mama heeft zelfs vertrouwen in je. Mama zegt dat het gaat lukken. Oké, daar hebben we zijn lenzen. Gewoon eruit vissen. Gewoon pakken. Dus gewoon één keer met je vinger erin klikken. Lenzen. Gewoon je oog aanraken. Doe maar. Oké, de eerste lens zit erin. Hij had er eventjes een beetje hulp nodig. Lens nummer 2 gaat er nu ook in. Oh, of toch niet? Zat bijna. Oké, de volgende poging. En rustig knipperen. En hij zit erin. Zo. Maar het fijne is, deze doen niet zo pijn, hè? Jij je voet. Op het begin voel je een klein beetje als je in de kamer. Oké, eventjes laten wennen. Oké, we zijn thuis aangekomen en het is tijd om jullie de bril te laten zien van Demma. Want hij heeft er uiteindelijk één gekozen die eigenlijk niet eens net op beeld is gekomen. Want er bleek achteraf nog een bril te zijn die ze nog achter hadden liggen. Zullen we laten zien? Nee. Daar is de bril. Dus we zijn uiteindelijk... Oh, de blauwe gaat weg. Ja, één aanpassing. Hier zit inderdaad wel blauw. Dat wordt nog weggehaald uiteindelijk. Maar een mooie bril en goed nieuws. Want de lenzen zijn uiteindelijk goed bevallen. Toch? Ja. Dus die hebben we eigenlijk ook weer uitgehaald, maar voor in de avond een brilletje op of af en toe gewoon een brilletje op is ook lekker. Maar goed, zo van het een gaan we over op het ander, want we hebben een probleempje hier zo met Eli. We zijn er namelijk achter gekomen dat Eli een tekenbeet heeft achter zijn oor. En dit sport is het zoiets mee, maar ja. Nee, doe niks. Maar ik zal het jullie even laten zien zo. Het lijkt eigenlijk een soort zwart stipje, een splintertje. Nee. Wacht even, liefje, blijf. En dat dachten we dus eerst ook. Tot Sarah, dat gaan jullie nu in beeld zien, aan het inzoomen was met zijn telefoon. En je dus ziet dat er eigenlijk ook boogjes aan zitten. Ja. Maar goed, wat je dus moet doen is hem zo snel mogelijk eruit halen. Ja, we zijn op tijd, want dat is sowieso vandaag gebeurd. Want hij ja, waarschijnlijk net toen hij aan het buitenspelen was. Ja. Nee, ga niks voor. Het is net als een splinter. Kijk, kijk, het is gewoon zo. Niks. Ja, maar jij hebt ook niks. Jij hebt ook niks. Je voelt niks. Het is net als een splinter die we eruit halen. Als die schuiven. Heb jij ook een tekenbeet gehad? Nee, dat is de eerste keer. Het is best wel. Ja, ik vind het zo eng met de gedachte van de ziekte van lijmkrebs. Ja, ja. Recht, ik begin het echt eng te vinden. Oké, het is heel belangrijk, Eli, dat je stil blijft liggen. En als tip, mocht je ooit te maken krijgen met tekenbeet, dat hadden we net even naar de huisarts gebeld. Het is echt belangrijk om hem zo rustig mogelijk eruit te halen. Geen draaiende beweging was het advies. En vroeger dacht ik altijd dat als een kop erin blijft, dat het gevaarlijk zou zijn. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. En voor degene die niet weet, een tekenbeet kan uiteindelijk zorgen voor de ziekte van Lyme. Als ze die dus met zich meedragen. Oh, ik hou zijn handje vast. Demma voor verlichting. Sarah, de tekenpisset. Niet bewegen, niet bewegen. Rustig blijven liggen. Oké, we hebben hem eruit gehaald. Eli, high five. Oh, hij gaat even kijken in de spiegel. Oh, die ziet er heel... Maar we hebben... Nee, wacht, ik ga hem inzoomen met mijn telefoon. Dan laat ik zien aan het kijken. Ja, wacht. Oké, Sarah heeft hem op beeld. En je ziet gewoon dus zijn pootjes bewegen. Hij leeft dus nog. En zo lijkt het wel groot. Maar als je zo op dit servetje kijkt, is het zo... Hij ligt op zijn rug. Wacht, ik ga hem omzetten. Misschien kan hij lopen. Oh, maar echt, het seizoen begint weer. Het is echt gewoon goed opletten. We gaan even sowieso jullie hele lichaam checken. Want dit wil je niet in je hebben. Nou, eind goed, al goed. Hierbij ga ik ook gelijk de video afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Zeg ik abonneer. Tot de volgende keer.